We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Het is overal kommerig wel. Vanaf Las Vegas tot New York, van New York tot Londen, van Londen naar Berlijn en Amsterdam. Wie geeft jou het recht om mij te laten wachten? Die gast die weet helemaal niks. Met andere woorden, mijn woorden natuurlijk ook gebrainworst. Je kan toch ook zeggen, ja, dit is ongelooflijk oerdom dat ik dit zo letterlijk heb gezegd. Ik had empathischer kunnen formuleren wat de risicogroep is. Het is gewoon dom, je gewoon je mond houden. Als iemand een betere mening heeft, mag ik iets zeggen. Maar voor de rest moet ze echt hun bek houden en doen wat ik zeg. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe podcastserie. Na de eerste serie Niet poetsen, maar lullen. En daarna de serie Ondernemen in tijden van corona, waarbij ik de belofte had gedaan. Ik ga net zo lang door op dagbasis, totdat de deuren weer open gaan van de verschillende winkels in Nederland en ook van het bedrijfsleven. Is het nu tijd voor een nieuwe show en dat is The Gigs. Een wekelijkse podcastshow en jullie zullen je misschien afvragen wat de naam The Gigs is, maar dat komen jullie vanzelf wel achter. Wat ga ik doen? Het blijft natuurlijk roerige tijden. Veel nieuws. Elke dag worden we weer overrompeld en soms ook verrast met nieuwe maatregelen. Soms negatief, maar soms ook positief. En daarvoor heb ik een heel mooi team kunnen samenstellen. Eerdere podcastgasten die mij samen met mij de week gaan doornemen. En het team is Horeca-tycoon Won Yip. Won Yip is de man die als principe heeft dat je alles moet kunnen uitleggen op een bierveeltje. Die maakt moeilijke vraagstukken buitengewoon simpel op zijn eigen wijze en originele manier. Kunstenaar Mickey Hoogendijk. Zij gaat elke week op zoek naar een bijzonder initiatief in de wereld op het gebied van kunst. Ik ben heel benieuwd wat haar nieuws van deze week was. En vastgoedman, ontwikkelaar, Twitter-idioot, Erik de Vlieger. Nou, Erik de Vlieger is altijd vuurwerk en geloof mij, die zit om geen enkele mening verlegen en altijd heel goed geïnformeerd. En heel trots ook dat we Jaap de Groot, de oude baas van de Telesport, van de Telegraaf, aan ons hebben kunnen verbinden. Met hem neem ik het sportnieuws door van de week. En hij heeft verrassend nieuws, heb ik begrepen, voor deze week. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. En culinair ondernemer Karsten Klint heeft samen met zijn vrouw ook een hele mooie zaak in Amsterdam. Pasta e basta, eten en zingen tegelijk. Zeer vermakelijk. Ik heb het regelmatig aan de lijve ondervonden. En Karsten is ook dé kenner bij uitstek van onze bijzondere restaurants in Nederland, van de sterrenrestaurants. En het zal me niet verbazen als hij ook een mooie tip heeft voor ons allemaal voor dit weekend of voor de komende week. Nou, wat was mijn nieuws van deze week? Dat was toch wel het bericht van Albert Verlinde. Dat hij heeft besloten dat tot 1 maart 2021... er geen musicals op de planken worden gebracht door Stage. Dus dat is een ongelooflijk ingrijpend besluit. Hij had het al een beetje aangekondigd in het podcast-interview wat ik met hem had recentelijk. Maar nu is het ook een feit geworden. Dat was vrij emotioneel ook hoe hij het bracht. Laten we heel even luisteren naar dat fragment bij Op 1. Voordat het bericht naar buiten ging, gaf ik aan de managementlaag die daarboven zit, dus die al die mensen als aanspreekpunt hebben, met een Skype-call, er waren 25 mensen, vertelde ik dit allemaal. En de dreun was zo groot bij die mensen, want die wisten dat, toen ze hoorden, we gaan ervan uit dat we in maart pas weer open gaan. Dat is ook lang, hè? Dat was zo lang. En ik zat echt, dat mag je weten, met de tranen in mijn ogen en met een brok in mijn keel, het te vertellen. Omdat het zoveel impact heeft voor 600 medewerkers. En dan praat ik niet alleen over de artiesten, maar ook over de cashiers, over gastvrouwen, over technici, over alles wat er omheen loopt. 600 banen, 600 mensen die het komend jaar niets kunnen. Nou, we gaan beginnen. En ik begin bij Erik de Vlieger. Die zit lekker in Portugal. Dus ik ben benieuwd hoe het weer is op dit moment in Portugal. Ik ga hem bellen. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen, Erik. Hoe is het? Lekker, man. En jij? Mooi. Het is mooi in Amsterdam, het weer. Ja, lekker, hè? Ik zag het, ja. Mijn kinderen vertelden mij dat. En hoe is het bij jou? Gelukkig maar. Hoe is het bij jullie? Bij mij is het mooi, maar er komt wel regen aan, zeggen ze. En dat is wel heel gek. Ben ik trouwens al in de uitzending? Ja. Kijk,
Ik heb 8 resorts. En er is 1 resort, en ik ben leeg, vrij leeg. Er is 1 resort met 32 huizen. En die hebben allemaal een klein zwembadje. En dat is helemaal volgeboekt met een tuintje. En het is alleen maar volgeboekt met Portugese mensen. Ja, ja. Gek, hè? Die willen veiligheid. Ja. Hechtje om die tuin heen, eigen zwembadje. Een beetje op een balkonnetje zitten. En, maar de rest, met publieke zwembaden en dat soort dingen. No way. Nee. En de Nederlanders, want wanneer mogen wij weer naar Portugal? Weet je dat al? Ik hoorde de eerste vlucht op 4 juli van Transavia. Ja. Maar dat moeten we nog maar zien. Maar het toeristische seizoen hier kan je afschrijven. Ja, ja. Hele jaar. Helemaal afschrijven. Okay. Helemaal afschrijven. Hey Erik, wat staat er op de voorpagina vandaag in de Portugese krant? Dat helft van de voorpagina is de hele week gaat over Noord-Europa dat aan Zuid-Europa geld moet betalen. En af en toe nog een beetje een schandaaltje van corruptie. Maar dat staat er altijd 1 of 2 dagen in en dan is iedereen het weer vergeten. Ja, ja. En noemen ze ons ook daar de vrekkige vier? Want dat is wij zijn de aanvoerder van de vrekkige vier. Oh, we zijn de aanvoerder. Kijk, ik zit in het epicentrum natuurlijk van de hulpbehoevende mensen hier in Portugal. Ja. En mijn vrienden en vriendinnen, daar heb ik altijd behoorlijke discussies mee. En die hebben mij niet echt aangevallen, maar bekritiseerd op het feit dat Nederland, zeg maar, de leider is van het verzet om geld van noord naar zuid te sturen. Ja. Ja. En dan probeer ik ze altijd maar uit te leggen dat wij als Nederlanders een systeem hebben opgebouwd. En dat is een systeem, dat houdt in, wij geven niet meer uit dan dat er binnenkomt. Mm. Ja? Nou, dan kijken ze hem allemaal glazig aan. Dat kan niet. Want kijk, 20 jaar geleden, toen we in die euro kwamen en die Europese grondwet er was, toen hebben wij afgesproken, wij Nederlanders, Duitsers, et cetera, afgesproken met de Zuid-Europese landen, dat je begrotingstekort op orde moet hebben. Ja. Dat hebben ze altijd beloofd en dat is niet gebeurd. En gisteravond, om 7:30, zat ik bij mijn vriendin in de keuken even televisie te kijken. En er was een soort journalist, die was een beetje aan Noord-Europa over praten en die analyseerde hoeveel geld er van Noord-Europa naar Zuid-Europa ging en wat er dan in Portugal terecht zou komen. Had hij het over 21 miljard en nog eens 8 miljard en nog eens 4 miljard. En aan het einde van het gesprek zei hij de legendarische woorden: Nunca tivemos tanto dinheiro. Hmm. Dat houdt in, wij hebben nog nooit zoveel geld gehad. Ja. Gehad, het woord gehad is voor mij leidend. Ja. Dus dat geld dat gaat dan van noord naar zuid. En dan denken ze, waarschijnlijk ook, zal het ook zo zijn, dat ze het gekregen hebben. Ja. Terwijl ze de laatste 20 jaar Portugal, Spanje en Italië hun begrotingstekort op geen enkele manier op orde hadden. Nee, maar even. Op geen enkele manier. Want kijk, we hebben natuurlijk geleerd van de Grieken, hè, van het onbeperkt storten. Hoe kijk jij dan bijvoorbeeld naar die Ursula von der Leyen? Die is met 750 miljard aan het strooien, waarvan 500 miljard aan giften. En die had de moed om in haar speech ook die vier landen de vrekkige vier te noemen. Dat vond ik echt historisch, dat ze het ook zo benoemde. Dus een mening ook. Hoe kijk jij daarna? Ja. Nou kijk, dat is natuurlijk dat is een soort dom meisje die met een vrouwtje met een mantelpakje aan. Zo kijk ik naar die vrouw en die probeert alles maar een beetje bij elkaar te houden. Want er wordt zoveel geschreeuwd van zuid naar noord. En het erge wat er gebeurd is, kijk, het woord solidariteit wordt misbruikt. Mm-hmm. We moeten allemaal maar solidair zijn. Maar men vergeet dat men de laatste 20 jaar in Zuid-Europa ook niet solidair naar ons is geweest. Wij zijn na de kredietcrisis en na de crisis daarvoor, was ook een behoorlijke crisis daarvoor nog, hebben wij orde op zaken gesteld. We hebben gezegd, er gaat niet meer uit dan er inkomt. Dat hebben ze hier niet gedaan. En dat vind ik dus onsolidair. En de lafheid van de Europese politici en ook, zeg maar even, de stroming D66 GroenLinks, die altijd maar dat woord solidair misbruiken, dat vind ik misplaatst tegenover de Nederlanders, die bijvoorbeeld, wij werken in onze werkzame leven 40 uur. Een Spanjaard 35, een Fransman 34, een Portugees 38. En dat een Nederlander die 64 jaar is, die moet
doorwerken en belasting betalen. En die moet dan belasting betalen om een begrotingstekort midden in een crisis te helpen voorkomen aan mensen die tot de 59ste werken. Dat is oneerlijk. En dat wordt allemaal vergeten. En dat wordt in het kader van de EU mag niet uiteenvallen, want iedereen misbruikt ook het woord Europa en de EU. Want dat, alsof het hetzelfde is, dat is niet zo. Dus ik vind dat die commentaren van die Ursula, vind ik in de basis kwaadaardig zelfs, Yves. Ja. Hey, en hoe de Portugezen zelf dan? Hè? Want jij zit natuurlijk een beetje, je hebt daar belangen, je hebt vastgoed, je bent ook Nederlander. Hoe kijken zij naar ons? Wat is de taal van de straat in Portugal? Nou, de taal van de straat is dat er een beetje barbaarse mensen zijn. Ja, echt waar? Ja. En dan praat ik niet over het gewone volk, even. Mm-hmm. Kijk, je hebt natuurlijk, en dat is net als in Nederland, je hebt de media en de politici die een bepaalde stroming voor 90% van de media en 60% van de politici die een bepaalde stroming, de NPO-stroming noem ik maar even, vertegenwoordigen. Maar dat heb je hier natuurlijk ook. En ik heb columns gelezen over ons Nederlanders. Het enige wat we voortgebracht hebben is een paar schilders en Johan Cruijff. En voor de rest stellen we niks voor. Het was de Expresso, dat is een beetje het financieel dagblad van Portugal. Daar zijn we volledig weggezet als gierige, alleen maar geïnteresseerd in geld zijnde mensen. Oké, nou lekker. En daar heb ik, ja lekker. En daar heb ik discussies over. Ja, het gewone volk leest dat niet. Maar ik heb daar dus discussies over met ook wel hele intelligente mensen en hoogopgeleide mensen. En die geloven dat werkelijk. Die zeggen, ja, jullie Nederlanders. Die zeggen dus, ja, maar als jullie ons geen geld geven, kunnen we ook geen waren bij jullie kopen. Ik zeg, nou, dat is heel gek. Mm. Weet je, ik heb 1 sinaasappel en 1 euro. Ja? En jij hebt geen geld om die sinaasappel te kopen. Dus ik geef jou die euro. En dan geef je mij die euro terug en ik geef jou de sinaasappel. Ik zeg, dat is een rotdeal voor mij. Ja, ja, nee, duidelijk. Vroeger had ik 1 sinaasappel, 1 euro. Nu heb ik maar 1 euro. Weet je, dus ze snappen dat niet. Nee. Dat snappen ze niet. En de begrotingstekorten, dat is het grootste probleem. En ze hebben hier de maatschappij economisch. Daar valt het in Portugal nog wel mee, maar in Spanje en Italië, Yves. Ze hebben het helemaal niet op orde. Nee. Te grote overheid. Volgens mij hebben ze iets van 380 parlementsleden in Italië. Ja. Die 350.000 euro per jaar verdienen. En niemand durft daar, ook na en in een crisis, de echte harde maatregelen te nemen. Nee. Sterker nog, die Italiaanse regering geeft iedereen 50 euro op vakantie te gaan. Maar dus ze weigeren ook stelselmatig om harde beslissingen te nemen. Kijk, en je kan zeggen van ons Nederlanders wat we willen. Kijk, het begrotingstekort klopte niet en de pensioenleeftijd is omhoog gegaan. Ja. Wij Nederlanders durven wel in een zure appel te bijten. En in Zuid-Europa is dat onmogelijk, omdat een politicus die dat voorstelt, wordt niet gekozen. Nee. Dus uiteindelijk is het volk zelf verantwoordelijk hier. Oké, Erik, nog even, want voordat we er zo weer uitgaan voor de media. Nog even over KLM. Ben Smit. Die is even ter introductie. Die is gewoon ingestapt, Erik. Medio 2019. Die vindt dat hij recht heeft op die bonus. Hè? Dit is een soort 2 miljoen bonus. Bovenop zijn basissalaris. Wij moeten die maatschappij redden. Wat vind je ervan? Nou, contractueel heeft hij er ook recht op. Ja, deal klopt. Is een deal. Nee, dat klopt. Ja? Alleen, ik zou als mens, als ik in zijn schoenen zat, en ik neem aan, Ben Smit geen man is die zijn hypotheekje niet kan betalen, zou ik me niet schamen. Ik zou de schande voor die paar centen, zou ik niet nemen. Dus de man kan niet anders dan een grote asociaal zijn. Ja. Maar als hij erop staat, ja, dat is hetzelfde als iemand waar ik zaken mee doe, en die bak met een poets, maar hij begint erop staan dat hij toch geld wil hebben, zo en zo. Dan geef ik hem liever het geld en dan kijk ik hem aan en met de gedachte, wat ben jij nou asociaal? Dat is echt een asociale man. Dat zal je vader maar zijn. Ja. Hij zal maar kinderen hebben die naar school gaan. Dat is een asociaal. Ja. Asociaal. Okay. Zo kijk ik ernaar. Maar een deal is een deal. Ja, nee, klopt. Hey Erik, we gaan er heel even tussenuit. Ik kom zo weer bij je terug over jouw mediaberichten van deze week. Dus daar zetten we heel. Daar kom ik zo bij op terug. Nou, dat was weer een vermakelijk gesprek met Erik de Vlieger. En ik ga nu bellen met Won Jip. Won Jip, ook bekend inmiddels van tv, van Dragon's Den. Hij is een van de dragons die investeringsprojecten beoordeelt. En dan kan je er wel of niet in stappen.
Ik ga hem ook op een gegeven moment een keertje vragen van welke zijn nou ook echt doorgegaan. Want ja, op tv zien we dat er heel veel doorgaat, maar wat is ook de praktijk? Nou, dat gaat hij me vast wel een keertje eerlijk vertellen. En ja, Won heeft verschillende horecazaken in Amsterdam. Een van zijn bekendste is de Majestic op de Dam. Ook altijd bijzonder in beeld tijdens de dodenherdenking. Hij heeft wel grote terrassen daar. Ja, Won was ook een van de eerste die een waarschuwing gaf over de echte berekening van de NH-regeling. Hij had dat wat beter door dan heel veel ondernemers. Het was dus geen 90% wat de werkgevers vergoed kregen. Ja, ik ben benieuwd hoe gaat het met hem. En uiteraard zijn we heel benieuwd naar de tip van Jip voor deze week. Dus ik ga nu eens even bellen met Won. Goedemorgen. Goedemorgen, Won. Hoe is het met je? Ben je al nerveus voor 1 juni? Nee. Wat? Nee. Moest even nadenken. Nee, maar kan je kijken. Ik heb natuurlijk vanaf 17 maart ongeveer 3000 e-mails gehad aan maatregelen, steunmaatregelen, crisis, personeel, overleg. Ja, ik ben onderhand viroloog, Yves. Nou, ik krijg net toestemming dat ik bij SimpliVis 4 parkeervakken mag gebruiken. 4? Oké, dat is goed nieuws. Dus ik schrijf ook net een e-mail naar de managing partners. Dat ik in het carousel zit van nieuwe ervaringen. Dat de gemeente meewerkt is ook een nieuwe ervaring, hè? Ja. Hey, maar Won, eventjes, we gaan het straks even erover hebben. Even jouw fragment van de week. Je had Hugo de Jonge uitgekozen over de mondkapjes. Deskundigen zeggen ons dat voegt niets toe. Het gaat over maskers die maskers die wel wat toevoegen op dat punt. Laten we die vooral in onze ziekenhuizen gebruiken. En laten we die vooral in onze verpleeghuizen gebruiken en in de thuiszorg. En er is al een groot tekort aan dat type maskers die daadwerkelijk werken. En zelfgefabriceerde mondkapjes of alles wat daarop lijkt, het voegt niets toe. Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid. Dus laten we dat nou niet doen. Eerder dan 1 juni mag natuurlijk, maar vanaf 1 juni is het mondkapje verplicht. En ik benadruk dat iedereen daar zelf voor moet zorgen. Zelf maken mag, kopen mag, maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling medische mondkapjes te gebruiken, want die zijn bestemd voor de zorg. En zelfgefabriceerde mondkapjes of alles wat daarop lijkt, het voegt niets toe. Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid. Dus laten we dat nou niet doen. Waarom heb je dat fragment uitgekozen? Dat ik dat toch weer heel bijzonder vind. Dus de een zegt ja, moet. De ander zegt, het heeft geen toegevoegde waarde. Dus het is dan toch schijnveiligheid. Maar wat zeg je daarmee dat ze het eigenlijk gewoon helemaal niet weten? Dat zover durf ik niet te gaan. Alleen ja, kijk, één ding is zeker. Die 1,5 meter, ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Nee, maar die berichten sijpelen best wel langzaam door nu. Maar hoe komt het nou, hè? Hoe komt het dat mensen zo massaal, zeg maar, beïnvloed worden en geloven dan in dat soort, ja, kreten, om het zo maar te noemen. En dan na het verloop van een bepaalde periode, ja, dan komt het realisme weer tot stand. Hoe werkt dat volgens jou, die massapropaganda? Dat zal ik precies vertellen. Kijk, wij zijn natuurlijk met de opstart van de bedrijven bezig. Dus dan komen er meer dan 200 mensen, die moeten weer aan de slag. Het kost mij gewoon, het heeft mij 5 volle dagen gekost om met die mensen te praten. Want die mensen die hebben tussen de 12 en de 14 weken thuis gezeten. Die hebben braaf elke avond een beetje het nieuws gekeken. En die zijn natuurlijk door al die programma's helemaal gebrainwashed. Dat zijn ook virologen tegenwoordig, hè, die mensen. Ja, die hoorden het vroeger niet. Ze praten niet tegen mij. Ja, misschien omdat ik de baas ben, zijn ze bang voor mij. Die gaan opeens lullen tegen me. En wat zeggen ze dan? Nou ja, dan hebben ze, ja, hoe gaan we het met de toiletten doen? Ik zeg, toiletten? Ik zeg, waar heb je het over? Ja, met de toiletten. En dan komen ze met een heel plan. Dat zelfs buiten de dranghekken geplaatst moet worden. Ik zeg, maar luister eens. Er is geen één horecabedrijf met 3,5 meter gang. Geen één. Nee. Dus wij hebben het ook niet. Dus de mensen moeten ook de eigen verantwoording nemen. Ik lees het ook nergens. Ja, ja, de volgende die komt met eenrichtingsverkeer op de terrassen. Ik zeg, waar staat dat?
Dat staat nergens. Dus ik krijg allemaal voorstellen neergelegd van mensen die ik nooit niet hoorde. Maar die hebben 12, 14 weken thuis gezeten. En die zijn gebrainwashed. Maar wat... Andere verklaring kan ik er niet voor hebben. Want die mensen die spraken mij nooit niet aan. Nee, begrijp ik. Hoe denk jij dan? Kijk, want je bedoelt dus gekozen voor tweede Pinksterdag. Het had ook eerste Pinksterdag kunnen zijn. Dat had weer wat extra handen opgeleverd. Maar hoe denk jij dat het gaat lopen, dit project? Want ik zie iedereen heel netjes puzzelen met linealen. Ja, wat denk jij? Hoe zie jij het? Ik heb wel de indruk dat het serieus opgepakt wordt. Ja. Alleen, die maatregel natuurlijk om 12 uur pas open op tweede Pinksteren, die gaat averechts werken. Ze hadden veel beter kunnen zeggen, volg je vergunning, maar let op. Je gaat niet zaterdag op zondag open, of zondag op maandag. Je moet maandag open vanaf 7 uur volgens je vergunning. Nou, dan gaan de meeste mensen die gaan om 8:30, 9:00 opstarten. En dan krijgt het bedrijf ook adem. En dan ga je naar die 12 uur toe. Snap je? Dus dat iedereen om 12 uur al te trappelen. En dan krijg je wel een massale toeloop. Maar denk jij niet dat daar gewoon een loopje mee genomen gaat worden? Met die tijden? Nee. Dus iedereen is echt keurig in het harnas, volgt de regels. Ik denk niet dat mensen gewoon al om 9:00 gaan proefdraaien. Dat geloof ik niet. Nee, oké, grappig. Ik denk er is een verschil tussen proefdraaien en exporteren. Ja, zeker. Proefdraaien kan. Maar je mag niet open. Ja. 12 uur open gaan voor het publiek, maar het wordt mooi weer. Wat denk je wat er in Scheveningen gaat gebeuren en in Zandvoort? Die mensen gaan om 9:00 richting de kust. Ja. En die staan 2,5-3 uur met duizenden. Het gaat gewoon gebeuren. Op het boulevard te wachten totdat het hekje open gaat. Ja. Dus jij van jou had het gewoon de vergunning moeten volgen. En verwacht jij dat Femke een kopje koffie komt drinken bij jou en bij Majestic op de Dam? Nou ja, luister eens. Ik ontvang en ik praat met niemand van de gemeente zolang ze die belachelijke parkeertarieven in stand houden. En ik heb begrepen dat ze ermee bezig zijn, maar dat hadden ze 3 maanden geleden al kunnen bedenken. Ik ga niet overleg met de gemeente zolang die parkeertarieven gestand houden. Dus ze mag bij mij een kopje koffie drinken, dan geef ik ze een hand, maar ik ga niet in overleg treden met het. Dat doe ik met niemand. Nee. Heb ik ook aangegeven bij de gemeente, als jullie de stad weer aantrekkelijk willen maken voor de Amsterdammer, ook voor de Amsterdammer, en dat was toen al, dan moet je de parkeertarieven omlaag gooien. En waar naartoe? Wat vind jij dan? Wat is een normale prijs per uur? Nou, ik zou zeggen voorlopig even 50%. Ja. En dan ga je opschalen. Gewoon 3 eurotjes per uur of zo. Ja. Want zij zegt gisteren in het Parool, voorpagina, binnenstad weer voor bewoners. Hè? Dus ze zeggen eigenlijk, we willen gewoon vastgoed gaan kopen. Om dan zelf te kunnen bepalen wat er in de panden en in de winkels gaat komen. Wat vind je daarvan? Ik heb 5 jaar geleden al geroepen. Als jullie willen dat het minder toeristisch wordt, dan kun je alleen maar panden opkopen, kwalitatieve bedingen erop zetten vanuit de gemeente. En daarmee kun je dus de bestemmingsplannen omzeilen. Dat is de enige manier. Alleen, dat was 5 jaar geleden al bekend. Dus ik vind het niet nieuws. Nee, oké. En als je dan al de binnenstad voor bewoners aantrekkelijk wil maken. Wij kennen gevallen van mensen die 70, 80 jaar waren, in de binnenstad waren en die aan het vereenzamen waren. Want er kwam geen visite meer door die parkeertarieven. Wat ook logisch is. Dan ga je even op bezoek bij je oma. Ja. Een paar uur. Ben je 50 euro kwijt. Maar kijk, er wordt heel veel geroepen nu. Hè? Het moet anders en we gaan dit en we gaan zus. Maar heb jij ook niet een beetje het idee dat het gewoon weer business as usual wordt? Dus ja, er wordt wel heel veel geroepen, maar ja, net zoals het voorbeeld wat je schetst, 5 jaar geleden werd het ook al geroepen. Ze gaan het toch niet regelen? Of denk je dat het dit keer wel geregeld gaat worden? Een andere stad. Als de gemeente op tijd schakelt, en nu is het moment om te schakelen, want je ziet al in de stad leegstand, ga met de mensen in conclave, of je het pand kan overnemen. Ja. Pak een beetje verlies links en rechts met z'n tweeën. Dan kun je dit nu realiseren. En anders ben je weer te laat. Nou, je zal ook van de kant van Verruur, dus zul je merken dat die straks, dat is onomkoombaar, die komen straks ook in beweging. Maar ja, als je natuurlijk weer 3, 4, 5 jaar verder bent, dan begint het gedonder weer. Kijk, en dat Airbnb eraf, dat scheelt natuurlijk ook hele pakken. Ja. In 2012 mag het al niet meer. Dus dat scheelt wel een pak.
Ja. Dan krijg je echt betere toerisme. Daar geloof ik wel in. Je bedoelt 1012 postcode, 1012. 1012 mag geen Airbnb meer. Nee. Dat is aangenomen. Oh, oké. Okay. Hey, en nog even over de markt. Hè. Jij was een van de eerste die gelooft in het principe van het bierveeltje. Eerste week, dus op voor de horecazaken. Jij zei, je legde heel duidelijk uit aan mij. Eerste week is voor de inkoop, dus voor de leverancier. Tweede week is voor het personeel. Derde week voor de huisbaas, de verhuurder. En de vierde week is voor het ondernemersloon. Hè? Dus de belastingen. Ja. Ik hoor tot nu toe relatief weinig nog faillissementen. Hoe zie jij dat? Nou, kijk, wat is het? Die mensen, die zijn allemaal in de NOW 1.0 gegaan. Dus ik hoor ook ondernemers van, goh, Won, het valt wel mee, want ik heb genoeg geld om mijn personeel te betalen. Dat zal zo wel wezen, dat klopt inderdaad. Maar de loonbelasting, die gaat 6 september, komt die binnen. Zoals het er nu uitziet. Misschien 6 oktober, maar die komt vierde kwartaal binnenwandelen. Nou, die betalen ze niet, heb jij het vermoeden. De loonbelasting wordt gewoon niet betaald. Wordt niet betaald, dat is uitstel. Dus dat gaat, die krijgen straks een bonnetje van 4 maanden, 5 maanden loonbelasting om de nek. Ja. Nou, dan is het ook nog een keer zo dat voor een hoop mensen, zeker met die 1,5 meter, we zijn er nog lang niet. Het perspectief, ja, is één groot vraagteken. Er is perspectief, maar het is een vraagteken. Dus ja. Ik ben in de gelukkige omstandigheid, als ik een paar topweken heb, kan ik heel veel recht trekken. Maar als jij gewoon een zaakje hebt waar 5.000-6.000 euro bruto ondernemersloon uitkomt en je wordt geconfronteerd met een schuldenlast van 40.000-50.000 euro, dat gaat niet. Nee. Dan komen we er nooit meer uit. Dan heb ik het nog niet eens over het bonnetje opgeschorde huur. Ja. Daar heb ik dan nog niet eens over. Nee, maar dan komen we dus straks in een situatie terecht waarbij de overheid de grootste schuldeiser is van horeca Nederland, omdat de loonbelastingbonnen niet worden betaald. En in het kielzog een aantal verhuurbazen. Dan denk ik, die gaan echt niet al die horecabedrijven omtrekken die ze geholpen hebben. Het gaat wel gebeuren. Ja, denk je dat? Ja, 100%. Dus jij denkt ook dat de overheid gewoon zegt, ja, we hebben je geholpen, maar je hebt niet in verplichtingen voldaan tot hier en niet verder, want het is niet solidair naar degene die wel betalen. Laat ik het anders stellen, het zou mij niet verbazen als er in de toekomst nog ergens een rapport uitlekt dat dit een bewuste strategie is, dat ze geen paniek willen veroorzaken in verband met het woord sanering. Maar eigenlijk roepen ze het wel, want ze zeggen ook duidelijk bij de persconferentie van de presentatie van NOW 2.0, lag ook een beetje de nadruk van, goh, ga nou eens rekenen. Klopt het allemaal nog wel? Ga omscholen. Denk goed na of het misschien tijd wordt om andere dingen te gaan doen. Ja, dat is voor mij is dat gewoon saneren. Ja, kijk, okay. Weet, als jij nou een pijpenlaadje hebt van 70 vierkante meter. Amsterdam zit er vol mee. Ja. Wat ga je doen? Welk perspectief heb je? Ja, nee, geen. Ja, nul. Ja, nee, duidelijk. Hey Won, even, want jij bent ook Dragon Den, hè? Dus veel mensen zullen je ook inmiddels van tv kennen. Is dat klaar inmiddels? Of is het, loopt het nog door? Wij hebben nog 3 uitzendingen te gaan. Oké, nog 3 uitzendingen. De kijkcijfers zijn heel mooi. Nou, dat heb ik gezien, ja. Dus boven het miljoen, hartstikke goed. Dan willen we natuurlijk afsluiten met de tip van Jip. Dus wat is de tip van Jip deze week? 1,5 maal beter moet het. Dat is een goeie. Die ken je nog niet. Nee, die ken ik nog niet. Oké. Die noteer ik. Die gaat op een tegeltje. En ik bel je volgende week weer op. In ieder geval heel veel succes met de opening. Goed. Ik spreek je. Dankjewel. Doei. Bye-bye. Ja, dat was wel een hele goede tip van Jip. Dat het 1,5 keer beter moet. Daar gaan we een tegeltje van maken. Ik ga nu bellen met Mickey Hoogendijk. Fantastische kunstenaar. Ook nog eens een heel mooi mens. En wij hebben haar gevraagd om elke week voor ons op zoek te gaan naar een inspirerend, kunstzinnig project in de wereld. Op welk gebied dan ook. Dus ja, heel benieuwd op welk moment, op welk object haar keuze is gevallen. Dus ik ga even bellen met Mickey. Goedemorgen, Yves. Goedemorgen, Mickey. Hi. Zit je lekker buiten? Wat zeg je?
Nee, ik zit binnen. Ik zit boven in mijn studio achter de grote laptop. Oh. Computer. Maar ben je nog niet aan het boetseren of aan het schilderen of aan het fotograferen? Nee, ik dacht, ik geef maar even dit doen. Ja. Hey Mickey, wij hebben jou gevraagd, dat vinden we heel leuk dat je dat voor ons wil doen, om elke week een inspirerend verhaal te onderzoeken, maar ook aan te dragen. Op het gebied van wat jou heeft geïnspireerd in de wereld, qua media-uitingen of qua kunstuitingen. En wat is het deze week geworden? Nou, ik dank je wel daarvoor trouwens. Ik ging het meteen in het hoofd van mij rondruisen. En ja, ik wil het graag hebben over de kracht van het beeld. Want het mooie aan media is natuurlijk dat we heel veel informatie krijgen in tekst, cijfers en in beeld. Met al die dingen die we dagelijks maar in kranten zien. Toch vaak foto's zijn die dan een hele diepe indruk op mensen kunnen maken. Zonder dat ze iets lezen. En van de afgelopen maand vond ik dus bijvoorbeeld de frontpage van de New York Times op 24 mei. Wat enkel tekst was. Hè, voor het eerst in 40 jaar geen beeld op de voorkant van de krant. Mm. Alleen maar tekst. En die tekst die werd voor mij dus weer een beeld. Dus ik zou dat vind ik dus echt een kunstwerk op zich. En hoe komt dat nou? Omdat als je dus het beeld weglaat, alleen maar al die teksten, die kleine lettertypes ziet. En je gaat lezen. En dan krijg je die hele kleine quotes over al die mensen, meer dan 100.000 mensen, die nu dood zijn. En dan lees je bijvoorbeeld iets liefs over Harley Anker, 79. En discovered his true calling when he started driving a school bus. Nou, dan heb je mij de campaign om een emotionele staat. En Luther Cole, a man who seemed to know everything. Hele kleine zinnetjes krijgen al die cijfers die we de afgelopen maanden natuurlijk over ons heen hebben gekregen over het aantal coronadoden. Dat worden ineens mensen en zieltjes die toch een heel leven achter zich laten. Dus ik vond dat een van de meest inspirerende beelden, gek genoeg noem ik het dan weer een beeld, die ik de afgelopen tijd heb gezien. Ja, ja. Hey, en want is dat volgens jou wel eens eerder gebeurd? Met 9-11 bijvoorbeeld? Nee, maar in 9-11 hadden ze dus juist weer heel erg veel prachtige beelden die ze lieten zien, ook door kunstenaars gemaakt. Hmm. Er was op een gegeven moment een aantal covers geweest in Amerikaanse kranten met bijvoorbeeld alleen maar teksten van mensen over 9-11 in de vorm van de Twin Towers. En ja, kunstenaars gingen daar natuurlijk op los. Dat doen ze natuurlijk altijd. Dat is natuurlijk ook de kracht van kunstenaars. Dat ze dat op de een of andere manier heel origineel kunnen verwoorden en hoopgevend kunnen verwoorden. Ja, ja. Voor beelden eigenlijk. Hey, ja. En volgens mij is ook toen met Charlie Hebdo, die hebben volgens mij toen ook zoiets gedaan. Ja, ook zeker. Ja, daar was het beeld natuurlijk het kwaad. Ja. En hoe kan het zijn dat een kleine cartoon tekening betekent dat je mensen mag gaan vermoorden? En dat dat zoveel angst eigenlijk bracht. Dus in die tijd herinner ik me nog. Toen was het Je suis Charlie, hè? Dus toen als puur tekst. Je suis Charlie, de cover. Ja, we zijn het allemaal. Maar ik weet ook nog een tijd toen Theo van Gogh werd vermoord. Toen heb ik in de Supperclub een avond georganiseerd. Omdat al die kunstenaars in Amsterdam, die hadden ineens zoiets van, jeetje, wat mag ik dan nog doen qua kunstuiting? Die keken naar hun eigen werk en die dachten echt van, ja, straks ben ik de volgende die er af ligt. Ja. En dat was een hele bijzondere avond. Toen hadden we echt zo'n op de barricade, midden in de Supperclub, een soort van plek gemaakt waar mensen op zeepkisten konden gaan staan om hun verhaal te doen. En dat hadden we echt nodig, want die angst was natuurlijk heel erg groot. Ja. En ik zal even denken aan het werk van Marlene Dumois, die heeft dit prachtig werk gemaakt waarbij ze een soort van databank aan beelden heeft van wat er normaal gesproken in de kranten, in de pers verschijnt. Wat zij dan weer omzet tot schilderijen die daar zeker op geïnspireerd zijn en die je in eerste instantie niet meteen herkent, maar wel met je gevoel. Dus als je naar dat schilderij kijkt, voel je eigenlijk hetzelfde als wat er met je gebeurt als je in de krant vreselijke beelden ziet van mensen die dood zijn. Want hoe verklaar jij bijvoorbeeld dat er altijd zo'n behoefte is aan kunstenaars
in tijden van diepe droefenis, in tijden van oorlog, in tijden van groot verdriet, dan ben je toch altijd op zoek naar de hand van de kunstenaar. Ja, omdat de kunstenaar een emotie brengt. De kunstenaar vertaalt het gevoel van mensen. En als ik zelf heel verdrietig ben, wil ik altijd gedichten lezen, inderdaad. Ja, ja. En ook als we er niet uitkomen in ons hoofd. Kijk, deze tijd is natuurlijk ook, je kan zo slim zijn als je pretendeert te zijn. Maar kom hier maar eens uit in je hoofd. Hoe gaan we dit oplossen? Wat gaan we hiermee doen? Ja. En dan ga je terug naar muziek en naar beelden en gedichten en inspirational quotes. Dat heb je gewoon nodig. Je hebt het nodig om je sterk te voelen en geïnspireerd te raken. En ook... ook fun, hè? Je hebt ook nodig om even een soort van... Het entertainment is ook altijd heel erg groot geweest in tijden van oorlog. Mensen wilden gewoon per se vermaakt worden en aan iets anders denken dan bommen en granaten. Ja, ja. En als je kijkt bijvoorbeeld in de Nederlandse krant, hè, dan zie je dat het Parool, hè, die Parool, elke zaterdag hart onder de riem. Hoe kijk je daarna? Ja. Nou, dat is prachtig. Gewoon het Okhuizen van Parool. Iedere cover was dus van een kunstenaar met het thema hou vol. Ja. En dan had bijvoorbeeld fotograaf Elspeth Diederiks, dat is volgens mij een van de eerste, een veld vol met dichte tulpen, donkere tulpen. En dan één die dan open is en in een felle kleur. Ja, dat is voor ons allemaal duidelijk. Dat is Nederlandse trots. En die ene tulp die geeft dan die hoop en we zullen overleven. Dat is eigenlijk de gedachte dat als je in een hele donkere kamer bent, dat het pikzwart is, als je één kaarsje aansteekt, dan verlicht je die hele donkere ruimte. Ja. Dat is een heel mooi romantisch beeld. En William Kentridge, die had die prachtige boomtekening, takken, vol met hoopvolle teksten. Met I'm not afraid and don't give up. Maar ik vond die van 16 mei, heb je die gezien ook van 16 mei met die vogel? Hele mooie donkere vrouw. Ik weet even niet wie dat is. Prachtige foto vond ik dat. Dat was ook het Parool, 16 mei. Die heb je nog niet gezien, die moet ik je dan sturen. Ja, stuur mij. Ik zit hier in het zuiden van het land. In het drama. Ja. Nee, die was echt prachtig. Nee, mooi. Maar je komt binnenlopen in zo'n krantenwinkel. En die beelden, die plezieren ons allemaal. Dat is volgens mij echt zijn gedachte. Als je er langs loopt, wilde hij gewoon dat iedereen iets moois zou zien. Om zich beter te voelen. En er was ook trouwens nog van de Volkskrant, even om al die kranten het verschil te laten zien. Die had bijvoorbeeld Frank Ruiter, een fotograaf, collega van mij. En die had zijn eigen kinderen verwild gefotografeerd in tijden van corona. Vond ik ook echt geweldig. Hmm. Dan zie je die kinderen urenlang op een bank liggen en moe worden van alles. En volgens mij, iedereen met kleine kinderen, was dat ook echt een soort van heldendaad van hem. Dat ze zei, oh god, gelukkig zijn alle kinderen zo. Hij zei geen slechte ouders. Dat vond ik wel heel mooi. Ja. Nou, mooi, Mickey. Ja. Ik wil je bedanken. Ik was zelf wel erg onder de indruk van dat van wat de New York Times had gedaan. Het is toch een heldendaad, vind ik, van zo'n hoofdredacteur om het op die manier te doen. Dus... Maar mag ik jou dan wat vragen, Yves? Wat voelde jij toen je dat zag? Of wat dacht jij? Nou ja, het deed mij eigenlijk denken aan een monument bij mij in de straat. Dus heel recentelijk hebben ze bij ons in de straat een oorlogsmonument met namen geplaatst. Die er allemaal weggehaald zijn uit de oorlog. En dan zie je zo'n naam met de leeftijd erachter. En dat is echt van 21 jaar tot 80. En dan die naam die eigenlijk... Ja, je weet niet wat het leven van zo'n persoon had kunnen zijn. En als je dan zo'n naam leest, dan denk je... Ja, dat ieder mens heeft zijn eigen verhaal. Dus iedereen is uniek. En wat geeft het recht aan wie dan ook om iemand zo hard uit het leven te trekken? En bij corona is het natuurlijk iets wat anders is. En natuurlijk heel moeilijk ook om het te duiden... Maar ik vind wel heel, ja, ik weet niet. Het raakt enorm om een naam te zien. En wat zij zo mooi deden, is dat ze ook in sommige gevallen, zeg maar, een toelichting gaf. Hè? Wat jij zei, dus bijvoorbeeld, ze had ook Ellen Land, 81, dirigent met de meest indrukwekkende orde, Washington. Weet je, dat is die man is 81, heel leven. Hij heeft zijn hele leven blijkbaar ingezet voor de muziek en bam, weg. Ja, dat is...
Dat zet je aan tot denken. Dus ik vond dat heel bijzonder. Ik geloof dat het gewoon de diepere werkelijkheid weergeeft. Ja, dat is het gevoel wat het volgens mij is. Het raakt ons op een dieper niveau. En dat is altijd goed. Oké. Nou, Mickey, dank je wel. Nou, met deze wijze woorden. Ja, fijne gedaan. Pinksteren en tot volgende week. Ik ben benieuwd wat je dan tot voor ons week. In petto hebt. Dank je wel. Oké. Bye-bye. Bye, Mickey. Bye-bye. Ja, dat was een hele mooie keuze van Mickey. De voorpagina van de New York Times. Misschien ook een hele logische keuze. En ik vond het ook leuk dat ze die terugkoppeling ook naar mij deed. Van ja, waarom raak je dat? Ja, en dat is toch echt... We praten over getallen op tv, maar we zouden het moeten hebben over mensen en over... De verhaallijnen eigenlijk achter ieder mens. En volgens mij is dat ook waar het leven om draait. Dus ik vond het een hele mooie inbreng van haar. Ja, en ik ga nu bellen met Jaap de Groot. We zijn hartstikke trots dat Jaap onze sportanalist wil worden. En grote sportnieuws met ons wil delen. Jaap is toch wel een iconische man. Met een enorm netwerk. En altijd ook frontrunner qua nieuws. En ik denk dat hij nieuws voor ons heeft. Want dat had hij in ieder geval een beetje aangekondigd over de agenda van de Grand Prix. Dus ik ben benieuwd of hij zijn belofte gaat waarmaken. Dus ik ga maar eens even bellen met Jaap. Goedemorgen Yves, met Jaap. Hey Jaap, goedemorgen jongen. Hoe is het met jou? Heel goed. Ja? Ready for the show. Ja, ready. Heel goed. Nee, hey, leuk dat jij onze sportcommentator. Je bent natuurlijk een wandelende bibliotheek. Een beetje iconisch bijna. Ik had jou gevraagd, sportfragment van deze week. En je hebt gekozen voor een fragment van Fox Sports. Vertel. Ja, wat ik het sportmoment van deze week vond, is eigenlijk... ze zeggen wel eens, op tv is niets wat het lijkt. Nou... Dat werd deze week natuurlijk bevestigd door... ik keek naar de wedstrijd, was geloof ik dinsdagavond... Borussia Dortmund Bayern München. In een wedstrijd die in een geweldige entourage plaatsvond. want het was... Ik heb een vol stadion meegemaakt. En het unieke was, ik zag niemand op de tribune zitten. Dus ja, er werd gewoon... er werd echt gevoetbald. En er werd geplayback gejuicht. Dus... Dat vond ik wel een bijzonder moment. Oh, mooi chipje! En die zit erin. Bürki heeft hem niet. Kimmich scoort en Bayern leidt. Nou, daar is het moment dan. Niet van de speler waarvan je het meest verwacht op die manier. Maar vond je dat prettig? Vond je dat prettig? Het voegde wel iets toe. Ja. Ik moet alleen wel zeggen dat je... En dat deed de Duitse regie deed het wel heel goed. Dat je wel goed moet inzoomen. Ja. Als je dan inderdaad de 80% van het beeld lege tribunes ziet, dan werkt dat niet echt. Maar hier was uitstekend mee te leven. Maar heel eerlijk, het is toch niet om aan te zien, die voetbalwedstrijden zonder publiek. Het is toch een hele andere alles. Maar goed, het is... Ik heb wel begrepen van... ik ken toevallig iemand die in de Duitse tv-rechten zit. En ze hebben wel qua... kijkersaantallen, mondiaal, alle records gebroken. Ja, ongelooflijk, hè? 10 keer zoveel meer views gegenereerd dan normaal. Dus ja, wat dat betreft... dat is altijd dat het Bundesliga altijd een beetje in de schaduw van de Premier League... Ja. De Spaanse Liga verbleef, maar ze hebben een aardige... Het gat aardig gedicht op korte termijn. Met hoeveel mensen kijken er naar zo'n wedstrijd? Bayern tegen Dortmund? Ik had begrepen wereldwijd over de 100 miljoen. Jezus, dus, niet te geloven. Ja, ja maar de officiële cijfers heb ik overigens nog niet gehoord of gezien. Nee, maar iets in die koers. Ik kreeg wel te horen dat het het tienvoudige was wat normaal geldt. Want ja, normaal moet de Bundesliga altijd concurreren tegen wedstrijden uit alle andere landen. Met name Premier League, Spanje, in mindere mate Italië. En Amerika en zo. Maar ja, er wordt ook nergens meer gevoetbald. Dus zelfs in Japan, Mexico en Zuid-Afrika worden naar deze wedstrijden gekeken. Mm. Hey, en hoe kijk je dan bijvoorbeeld dat de KNVB zo snel in april al zei competitie beëindigd? Ja, maar dat is natuurlijk een verhaal apart. Kijk, dat je op een gegeven moment de keuze maakt om te zeggen, jongens, dit ook gezien het beeld wat er toen was...
om te zeggen van jongens, er zit een streep eronder. En om te voorkomen dat het volgende seizoen ook beïnvloed wordt door een soort halfbakken start. Dat je zegt, oké, we sluiten het nu af. We gaan nu gewoon in juni, juli ons normaal voorbereiden en vanaf 1 september beginnen. Daar kan ik nog iets bij voorstellen. Maar dat je op een gegeven moment geen uitzondering op de regel hebt gecreëerd. Hè? Het minste wat je had kunnen doen is ergens in augustus de bekerfinale spelen. Ja. Of wat dan ook. En dan had je echt met de UEFA had je eruit gekomen. Want je ziet gewoon aan de UEFA-president Seferin. Hij wil zoveel mogelijk laten voetballen. Hmm. En als je dan als het voorstel had gedaan, luister, we zitten een beetje met een probleem ten aanzien van de inschrijvingen. En de inschrijvingstermijn voor de Europese toernooien, die sluit eind augustus. Mogen wij half augustus 1 wedstrijd spelen, Utrecht-Feyenoord. En dan weten we een beetje hoe of wat. Dan was dat geen probleem geweest. Maar ik vind dat de KNVB zich vooral in zich echt met een Jantje Verleiden vanaf willen maken. En dat is ook de irritatie die er gerezen is bij de clubs. Dat er helemaal geen plan A, geen plan B. Nee, gewoon geen plan. Überhaupt. Maar zegt dat dan gewoon eigenlijk iets over de leiding daar? Dat is toch wel duidelijk. Dat is toch gewoon totaal niet geschikt voor deze job? Totaal ontbreken van iedere vorm van leiderschap. In deze situatie dan ontwikkel je wat bijvoorbeeld in de Duitse Voetbalbond en de organisatie van de Bundesliga wel hebben gedaan. Meteen toen corona de kop opstak, zijn ze begonnen om een scenario te ontwikkelen waarbij voor ieder tijdspad een scenario werd samengesteld. Dus de KNVB had eigenlijk tussen 1 april en 1 september iets van 8 opties moeten vastleggen. Mm. En elke keer als een deadline werd overschreden, laat je die optie vallen. En dan uiteindelijk kom je dan dat je op 1 september mag beginnen als daarvoor alles wegvalt. Nou, ze hebben helemaal niks gedaan. En daardoor zie je ook dat er enorme gaten in de discussie zijn gekomen met de clubs. Mm. En ook, ja, wat ik echt een gods bevind, is dat er echt een maand lang gewoon niet met de clubs is gecommuniceerd. Op geen enkele wijze. Ja, nee, en dat op 24 april een soort van overval heeft plaatsgevonden. Ja. Waarbij AZ eigenlijk gered is door de gong. Omdat UEFA pas een dag van tevoren aangaf dat de verdeling van Europese tickets moest plaatsvinden op basis van resultaten uit het seizoen 2019-2020. Ja, want anders was PSV de lachende derde geworden. Ja, de KNVB had gewoon een plan om het seizoen, het hele seizoen ongeldig te verklaren en uit te gaan van 2018-2019. En wat vond je, Jaap, van zeg maar de brief van Eenhoorn, Robert Eenhoorn, directeur van AZ, om toch nog ze gelijk te halen bij de UEFA. Eigenlijk onder het motto van, ja, wij zijn eigenlijk de enige echte kampioen van Nederland. En aan de andere kant wel samen met Ajax praten over een solidariteitsfonds. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb alle reacties gevolgd. Ja. Ik heb Robert Eenhoorn behoorlijk goed. En hij doet, dat is iemand die niks zonder reden doet. En je kan het achterbaks vinden. Maar aan de andere kant, ik heb gewoon even de feiten op een rij gezet. Robert Eenhoorn heeft op 24 april heel duidelijk aangegeven. En ik heb gisteren nog even gegoogeld. Nou, er gaan geloof ik wel 7 persberichten op van allerlei verschillende media. Dat AZ niet akkoord gaat met de verdeling. Dat is en hij heeft dat op 27 april in Langs de Lijn herhaald. En ik meen op 3 mei ook bij Studio Sport. Dus dat het een overval is dat ze totaal verrast zijn. Dat komt me een beetje cru over. En bovendien speelt er nog iets anders. Kijk, draait even om. AZ heeft 3 brieven gestuurd naar de KNVB met allerlei voorstellen om in zaken de voortgang van het afwerken van het seizoen, ook ten aanzien van de verdeling van de Europese tickets, tot voorstellen tot beslissingswedstrijden aan toe. Ze hebben zelfs geen bevestiging van ontvangst van de KNVB ontvangen. Op die bewuste 24 april heeft AZ voorgesteld om net als wat met de degradatieregeling gebeurde, om onder de club te onderzoeken wat de draagvlak voor die verdeling was. Dat heeft de KNVB van tafel geveegd. En dan word je ook nog eens een keer, kom je erachter, dat je een dag dat je eigenlijk door de gong bent gered, omdat de UEFA
de KNVB min of meer heeft overroeld. Anders was je ook nog eens keer van je Champions League ticket beroofd geweest. Dan denk ik op een gegeven moment dat je denkt, ja wacht eens even, wie moet ik nou nog, in hoeverre moet ik de KNVB nog vertrouwen? En je kan het natuurlijk ook een beetje nog een stap verder gaan. Robert Eenhoorn heeft op 24 april aangegeven dat ze niet akkoord ging. Ja. Daarna verklaard dat ze zich nog altijd aan het beraden waren. Waarom heeft Erik Gudde niet bij Eenhoorn een keer gevraagd of geïnformeerd, hoe staat het ermee voor? Nee, oké, maar dat begrijp ik. En als je kijkt van het knappe presteren van AZ met de jeugd, met relatief weinig middelen. Toch wel het onbevlekte bazoen ook van Eenhoorn. Die wordt door iedereen de hemel ingeprezen. Nou, dan zit je ook in dat overleg. Je kan toch, ik heb geen waardeoordeel of je zoiets wel of niet doet. Maar het was toch wel correct geweest om het gewoon even te melden. Om gewoon te zeggen, joh, luister, we zijn het er gewoon niet mee eens. We gaan het toch aankaarten bij de UEFA en we horen het wel. Nou, dat eigenlijk wat je zegt, daar zit geen woord Spaans tussen. Maar daarom ben ik ook heel erg benieuwd naar zijn verklaring. Ja, hij heeft dat nog niet gegeven, hè? Hij geeft nog geen verklaring. Nee. Kijk, ze beperken zich tot, en dan kom je dus bij de tweede. Ze beperken zich tot de verklaring dat ze de uitspraak van de UEFA afwachten. Ja, en dan maar die heeft hem teruggekoppeld. Ja, en dan kom je dan weer op Weerhuis op de lijn. Omdat Erik Gudde van de week, je ziet ook diverse media nemen het gewoon over. Mm-hmm. Dat Erik Gudde, de KNVB-directeur, gewoon gesuggereerd heeft dat de UEFA de beslissing al genomen heeft. Ja. Nou, ik heb er geïnformeerd, dat is dus niet het geval. Ja, ja. De beslissing wordt uiterlijk 15 juni genomen. Nou, dus ook daarin. Daar kijk ik van op, want ik las het ook zo inderdaad. Dat ik dacht van ja, de beslissing is genomen. Ze hebben het gewoon integraal teruggestuurd naar de KNVB. We gaan niet akkoord, maar dat is dus niet zo. Ik heb begrepen van de UEFA dat het niet zo is. Dat het op een gegeven moment nog steeds in behandeling is. Ja, ja. En dat is ook want die verklaring heeft AZ wel gegeven. Wij wachten met de verklaring tot de UEFA het besluit genomen heeft. Nou, dan wachten nogmaals, we dat. Nogmaals, ik ben het een beetje eens. Je had het was wat chiquer geweest. Maar ik denk dat hij zichzelf ermee heeft. Weet je? Hij heeft zo'n goede naam en het heeft toch iets sneakies dit. En dat hoort niet bij de man zoals ik het... Maar aan de andere kant, kijk. Als je je niet serieus, structureel niet serieus genomen voelt... Dan ga je dat doen. Hoe zou je zelf reageren? Oké, weet je, als je me zo behandelt, dan kan je het krijgen. Ja. Ik wil gewoon eerst even wachten wat zijn reactie is. Want dat moet wel een stevige worden. Hey, en dan even, we kunnen hem niet gemist hebben natuurlijk. Vorige week zat Van Gaal ook bij Stuur Sport met Gudde. Hij zat ook bij jullie in de podcast. Hij zat overal, hè? Bij ons als eerste, hè? Wij waren de eerste. We hebben alle Engelse kranten gaan. Nee, heb jij de biografie al gelezen? Nee, ik heb hem toevallig eergisteren gekregen van de uitgever. Want het is uitgegeven bij dezelfde uitgever waar ik mijn boeken uitgeef. Dus, Nieuw Amsterdam. Nieuw Amsterdam. Dus ik heb hem meegenomen. Ik ga hem rustig straks en ik denk met heel veel plezier lezen. En ik heb natuurlijk wel op tv diverse verklaringen van Louis aangehoord. Hij was niet weg te slaan, hè, van tv. Nee. En ik vond hem ook buitengewoon relaxed. Dus dat was prettig om te zien. Dus ik ben benieuwd. Ja, nou, ik moet je zeggen, ik vond het hoofdstuk Rijkaard erg leuk. Dat vond ik verrassend. Van Persie vond ik verrassend. Ja, en het succesverhaal van AZ staat er heel duidelijk in. En vooral zijn waardering ook voor die analisten waar die mee werkt. Ja. We gaan het zien. Ja. En Jaap, even over de Formule 1, want daar weet je veel van. Verwacht jij dat het doorgaat 5 juli, de start van de Grand Prix in Oostenrijk? Ik heb begrepen dat maandag een officiële verklaring komt. En dat ze min of meer de agenda al klaar hebben. Okay. De kalender klaar hebben. Dus het wordt 5 juli wordt het Oostenrijk. Een week, we dachten eerst de 8e, maar ik heb begrepen dat het toch een week later wordt. Dus dan wordt het 12 juli de tweede race in Oostenrijk. Dan krijg je een week later Hongarije. Dan hebben ze 2 weken rust. Dat is precies die 2 weken quarantaine die nodig is om in Engeland te kunnen racen. Dan krijg je op 2 en 9 augustus krijg je Silverstone. Dan ga je daarna gaan ze naar Barcelona. Dan komt weer 2 weken quarantaine. En dan krijg je Spa. En dan
zou op 6 september Monza plaatsvinden. En dan gaan ze naar een ander deel van de wereld. Ik begreep Amerika. Maar dit deel van de kalender schijnt al officieus bekend te zijn. Oh, mooi. Spannend. Want geen Zandvoort? Nee, helaas. Maar jammer. Ik denk wel dat er een mogelijkheid was geweest. Alleen, ja, Zandvoort zat gewoon... Ik heb met de leiding gesproken. Ze hadden een verliespost. Ze hadden een verliespost van 1,5 miljoen opgeleverd. En daarnaast ga je toch de impact van de allereerste race... allereerste Grand Prix na jaren, ga je toch aantasten. Ja. De impact van een primeur. De magie van zo'n race had je aangetast. En dat risico wilden ze gewoon niet nemen. Hmm. En ze hebben besloten om een jaar uit te stellen. Ik heb begrepen dat de sponsors zijn heel loyaal gebleven. En ook het publiek, want het gros van de toeschouwers heeft laten weten de tickets niet terug te zullen sturen en gewoon een jaar te wachten. Ja, nee, dat klopt. Hey, en is er al een beetje duidelijkheid over wanneer? Dus welk weekend van mei? Wordt het mei? Nee. Ik denk dat ze eerst maandag bekend gaan maken hoe ze dit seizoen gaan afronden. En kijk, ik denk dat er nog heel wat gaat gebeuren, hoor. Want je merkt aan alle kanten dat de financiële gevolgen voor de Formule 1 echt heel drastisch zijn. Er staan echt een paar teams op omvallen. Hmm. Dus we moeten ook rekening houden dat in 2021 misschien een hele andere wereld is ontstaan in de Formule 1. Want McLaren zal wel de eerste zijn die om gaat vallen. Ja, die staat Williams. Williams. Ja. Dus eigenlijk is het nog best wel onzeker dus voor volgend jaar welke periode. Want het is ook nog een hele logistieke operatie voor Zandvoort om te weten welke periodes ze krijgen. Ja, maar ik denk op een gegeven moment, normaal gesproken wordt voor het einde van het jaar, dus in december, wordt de kalender bekendgemaakt. En ze krijgen natuurlijk al in een heel vroeg stadium krijgen ze al een indicatie van waar ze op kunnen rekenen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik verwacht niet dat het veel zal afwijken van dit jaar. Dat we toch eind april, begin mei, dat we daar rekening mee moeten houden. Hey, en denk jij dat Max, je bent goed ingevoerd in die wereld. Ja? Denk jij dat hij dit jaar wereldkampioen gaat worden? Nou ja, het hangt er natuurlijk een beetje vanaf welke circuits. Nou, het ligt hem wel, hè? Oostenrijk ligt hem goed. Ja, Hongarije ligt hem goed. Het ligt hem heel goed. Silverstone redelijk goed. Spa ook op zich. Ja. Als hij niet gaat rondjes draaien in Spa. Hij heeft natuurlijk de meeste punten gepakt. Het meest succesvol op het Amerikaanse continent, weet je. Nee, Oostenrijk, hè? En Barcelona. Ja, maar in serie van races heb ik altijd goed, laatste jaar uitstekend gepresteerd in Texas. Ja. Echt briljant gepresteerd in Mexico. Ja, Mexico. En natuurlijk precies. Ook in Brazilië gewonnen. Dus daar heeft hij, als hij een gooi naar de titel wil doen, dan moet het op het Amerikaanse continent kan hij extra bonuspunten gaan pakken. Ja, oké, nou spannend. Hey, wat is jouw sportnieuws voor de komende week? Het is niet meer zoveel, hè? Ik ben toch wel benieuwd in hoeverre... sport heb ik eigenlijk net aangegeven. Mijn sportnieuws voor de komende week. Er wordt, hopelijk maandag wordt dat bekend. Van de kalender. Hoe we verder gaan met de Formule 1. Ja, oké. Okay. Nou, je hebt al een voorzetje gegeven, waarvoor dank. Ja, dus ben je ook in dat opzicht de eerste weer. Heel goed. Heel goed, Jaap. Nou, ik wens je fijne Pinkster en tot volgende week. Dankjewel. Oké. Bye-bye. Nou, dat is wel lekker om even te weten wat de Grand Prix kalender gaat worden. Dus we krijgen 2 keer Oostenrijk, Hongarije, dan Silverstone. We krijgen Spa, Barcelona. Ja, ik denk een hele kansrijke route voor Max Verstappen. Dus misschien krijgen we dit jaar een Nederlandse wereldkampioen. En dat vind ik ook wel dat we daar een beetje recht op hebben na alle vertraging ook met Zandvoort. Dus het zou ook goed zijn voor Zandvoort zelf. Ik ga nu bellen met Karsten Klint. Karsten Klint is ondernemer. Hij doet samen met zijn vrouw Pasta en Basta in Amsterdam. Ontzettend leuk etablissement waar je heerlijk kan eten en waar je ook op een kostelijke manier wordt vermaakt door de bediendes in de vorm van geweldige zang. Maar hij is ook een grote kenner van
Culinair Nederland, van de bijzondere sterrenrestaurants, de nieuwe initiatieven. Dus ja, met het mooie weer in aantocht. Misschien heeft Karsten voor ons nog een paar mooie tips waar we nog niet van op de hoogte zijn. Dus het wordt tijd voor een belletje met Karsten. Hey Yves, goedemorgen. Goedemorgen Karsten. Ben je al zenuwachtig voor de opening op 1 juni? Nou, van pasta en basta, hè, voor wie het niet weet. Ja. Nee, zenuwachtig niet. Ik denk meer dat we er enorm veel zin in hebben. Iedereen staat te trappelen om weer normale ritme op te kunnen pakken. Maar jullie zijn wel goed voorbereid. Lukt dat een beetje met die anderhalve meter regel? Hoe werkt dat dan bij jullie? Ja, nou, zoals je weet zitten er normaal gesproken 130 gasten in het restaurant. En daar hebben we gewoon nu wel aanpassingen op moeten doen in de opstellingen. Zo heeft een vriendenrelatie die jij ook kent, Stefan Enthoven van Expo Flora, die heeft bij ons alle meubeltjes weggehaald en die heeft allemaal tafels neergezet die kleiner zijn, van 80 bij 80, zodat het minder leeg lijkt en we flexibeler zijn in de opstellingen met de gasten die zullen komen. Ja, ja, ja. Kijk, jullie maken ook muziek met het eten, dus hoe ga je dat doen? Ja, nou, normaal gesproken hadden we vroeger een hele grote oude piano staan waarin een buffet stond met de antipasti. Nou ja, we hebben allemaal dat filmpje gezien uit Japan met die besmettingen van buffetten. Dus er was bij ons al heel snel de knop om dat we dat niet meer gingen doen. Dus die piano die is naar buiten gegaan. Daar staan er allemaal kruiden in. En andere piano neergezet. En de zangers en zangeressen die gaan niet meer rondlopen in het restaurant zingen. Maar die zullen op verschillende punten gewoon gaan staan. En daar gewoon de liedjes zingen naast het serveren. Ja, ja. Hey, en Karsten, jij bent wel een echte kenner van Michelin restaurants. We hadden natuurlijk toen corona begon, dat wat een soort tsunami natuurlijk voor de horeca is geworden. Volgens mij was de eerste was Niven van in Rijswijk die omviel. Maar volgens mij was dat ook gewoon een andere reden. Wat zijn de geluiden die jij hoort van de sterrenrestaurants op dit moment? Nou, kijk, ik denk dat het niet alleen voor de sterrenrestaurants geldt, maar voor alles. Voor zelfs de kleine kroeg in de pijp of ergens anders. Tuurlijk. Maar het is natuurlijk gewoon heel, heel zwaar voor iedereen. Als je bedenkt dat er ook nog een aantal restaurants waren die nog niet open waren en open zouden gaan. Of net een week geopend waren, zoals Hans van Wolde met zijn nieuwe zaak. Dat is natuurlijk. Want waar is die nieuwe zaak van Hans van der Wolde? Die nieuwe zaak van Hans van Wolde die is in het Limburgse. En dat zit in, daar moet ik heel even goed nadenken. Dat is in Rijmerstok, in het Zuid-Limburgse Mergelland. Maar goed, het is, Niven is een voorbeeld van de eerste sterrenzaak die gesloten is. Maar ook Moshik, twee sterren in Amsterdam, klopt. Aan de Oosterdokskade natuurlijk. Maar die hebben denk ik gewoon, de coronacrisis heeft het een extra zetje. Ja, maar de lage onderliggende problemen, ook bij Moshik, hè, financieringsproblemen begrijp ik. Ja, klopt inderdaad. Dat is natuurlijk een financier geweest die daar in 2012 heel ambitieus heeft uitgesproken om het beste restaurant ter wereld te worden. Maar uiteindelijk financieel zijn grenzen heeft bereikt, omdat 300.000 euro per jaar erbij doen toch te veel van het goede werd. Maar als je kijkt, hè, bijvoorbeeld ik las in de krant van Aan de Poel in Amstelveen, twee sterren restaurant. Die hadden op 1 juni al gelijk een bod gekregen voor 12 man. Wat die ook zei dat hij had aanvaard. Voor welk groepje is dat trouwens? Weet jij dat? Nee, ik weet het niet. Maar, nee, ik vond het wel grappig bericht. Zou ik het weten, had ik het natuurlijk ook niet kunnen zeggen. Nou ja. Want dat is altijd de discretie. Want anders had Stefan het ook wel gezegd, denk ik. Ja. Maar ja, dat ga je wel krijgen inderdaad in dit soort situaties. Dat mensen bij elkaar willen zitten zonder andere gasten. Ja. En dat wordt denk ik ook wel iets wat je meer in de toekomst zal gaan zien. Dat er meer private dining gebruikt zal worden. Maar aan de andere kant zat ik over na te denken. Kijk, want die 30 man, dat is zeg maar voor de maand juni. Maar normaal gesproken wordt dat opgeschaald naar 100 man. Ja. Dus dat is voor sterrenrestaurants in de basis niet een heel groot probleem normaal gesproken. Nee, nou kijk, als ik denk naar bijvoorbeeld een Shell Bleu in het Okura restaurant, waar ze normaal maximaal 40 couverts en de tafels al heel ver uit elkaar staan, zal dat bijna misschien wel rendabel kunnen zijn om normaal te draaien. Hmm.
Maar andere restaurants, neem bijvoorbeeld de Ron Gastro Bar, waar ze altijd met de benen buiten zitten. Ja, die gaan allemaal wel terug in capaciteit. Dat geldt ook voor ons. Maar ik moet je zeggen, ik heb van de week heb ik bij Ron in Oudekerk, heeft hij de Ron Gastro Indonesia. Ja, en dan kon je, ja, kan je gewoon bestellen en dan krijg je gewoon een fantastische rijsttafel met allemaal zakjes, met een QR-code, hoe je het moet bereiden. Nou, ik heb het gedaan. Ik vond het heerlijk, man. Hoe fantastisch. Ja, ik vind het echt creatief gedaan van hem. Huh? Ja, je moet wel oppassen met je vingers, dat je er niet verbrandt aan die zakjes. Ja, die zak, ja, dat klopt, ja. Nee, Lior heeft het gedaan. Ja, maar ik vond het wel leuk. Ja, lekker een beetje knutselen met... en ook inzagen in zijn recepten eigenlijk kreeg je op die manier. Ja, maar kijk ook naar Joris Beidendijk van Rijks. Die is natuurlijk eigenlijk als eerste ermee begonnen met afhaal en bezorgen. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat ze allemaal gestopt zijn met bezorgen. En dat iedereen is overgegaan op afhalen. Dat natuurlijk ook weer gewoon de tussenhandel eruit haalt. Die ook nog eens een keertje 20-25% daarvan opsnoepen. Ja. En het gewoon ook beter aan kwaliteit was om het gewoon op te halen. Thuis op te warmen en af te maken. Dennis Huij van Daalder. En die doet het ook heel succesvol. Maar ik denk ook wel dat het iets is wat ze allemaal voort gaan zetten. En wat mensen ook normaler gaan vinden. En wat ook weer toegankelijker maakt als je sterren eten thuis wilt hebben. Mm. Want Buidendijk van het Rijks, die ik begreep dat hij ongeveer gemiddeld 300 bestellingen per dag had. Dat heeft normaal haalt hij dat soort aantallen niet. Het is natuurlijk nu wel lagere bedragen. En je hebt natuurlijk niet de drankrekening. Nee, klopt. Maar het is natuurlijk wel een heel nieuw businessmodel. En ik denk ook, kijk, hij heeft er ook voor gekozen om op 1 juni niet open te gaan. Mm. En pas op 1 juli. En wel door te gaan met die afhaal in de maand juni. Want jij bent ook horeca-ondernemer. Hè? Er is werkelijk waar niks onbesproken geweest de afgelopen maanden. Horeca stond toch wel bovenaan het lijstje, vind ik, van aandachtspunten van de regering. Hoe kijk jij zelf naar het beleid van Rutte en zijn vrienden? Nou ja, kijk, de horeca bovenaan het lijstje. Ik denk dat er ook heel veel onduidelijkheid is geweest. Ik kan de discussie tussen Rutte en de Jong nog terughalen, waarin gevraagd wordt, mag je nou wel met z'n vieren komen eten of niet? Waarop zij zeggen, ja, het mag wel, maar iedereen 1,5 meter aan tafel van elkaar. Ja. Wat zou inhouden dat 10 vierkante meter is. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Tenzij je een huishouden bent. Nou ja, we weten ook allemaal van gezinspaspoort of andere zaken. Onmogelijk is. Ook onmogelijk is om op te handhaven of om te controleren. Ja. Maar het is een sector waarin ongeveer 500.000 mensen werkzaam zijn. Met een omzet van 24 miljard euro. Dan denk ik toch dat er meer gedaan kan worden vanuit de regering om dat te compenseren. Want voor de 1 is 4.000 euro in tegemoetkoming misschien wel 2 maanden of 3 maanden duur. Maar voor iemand op een A1 locatie komt het nog ineens in de buurt van de helft. Nee, maar hoe zouden ze dat dan moeten doen? Hè? Want kijk, ze hebben dus die NH-regeling. Ja. Ik denk dat Wonjip de eerste was, hè? Want iedereen dacht 90%, maar dat bleek maar 65% te zijn. Nou, er zat nog een halve maand maart erin. Dus dan was het feitelijk in de eerste maand maar 30%. Ja. Wat vind jij dan dat er gedaan moet worden of gedaan had moeten zijn om zeg maar wat meer rust in die branche te krijgen? Ik denk voornamelijk dat het heel goed is geweest dat ze heel snel heel veel hebben kunnen doen. En dat je daarna over moet gaan of moet kunnen gaan op maatwerk. Want voor Won heeft weer hele andere kosten dan de kapper die verplicht moest sluiten aan de overkant met maar 2 stoelen. Ja, nee, precies. En dat maakt het ook zo moeilijk. Ja, dat maakt het moeilijk natuurlijk. Ja, het verschil is te groot. En het verschil in dezelfde branche zelf zijn ook veel te groot. En Albert Verlinde zei het juist laatst heel mooi op 1 dat de NOW-regeling er niet is voor de ondernemer. Nee, klopt. Maar voor de medewerker. Ja. Nee, dat is ook zo. Dat is verkeerd begrepen ook. Hè? Want de medewerkers die zeggen, ja, jullie krijgen toch betaald. Maar uiteindelijk is het eigenlijk betaald voor hun. Dat ben ik met je eens. Hey, en verwacht jij nog wel... Want op zich is het nieuws nu nog wel rustig. Hè? Qua faillissementen en qua bedrijven die omvallen. Wat verwacht je? Krijgen we een hete zomer op dat vlak, denk jij?
ja, letterlijk en figuurlijk op twee vlakken. Want er zijn natuurlijk ook heel veel restaurants die geen terras hebben. Mm. En die zijn afhankelijk van het slechte weer, laat maar zeggen, in de zomer. Ja. Maar ik ben bang dat we gewoon weer een hele mooie zomer krijgen, wat fantastisch is. Mensen zijn terughoudender met uit eten gaan, denk ik. In bepaalde leeftijdscategorieën. De oudere mensen, ja, natuurlijk. Ja. De ouderen ook. En ja, iedereen is natuurlijk druk in de slag met banken of met financiers om extra krediet te krijgen. En als je ziet dat de banken 75% staatsgarantie krijgen, maar ondertussen wel allerlei garanties afdwingen. Nou, ik begreep zelfs 95% in sommige gevallen. Ja. Nou, het zou fantastisch zijn. Maar als je al een financiering hebt lopen en je wil bij de bank aankloppen en je hebt goede cijfers. Wat ik overigens goed vind, hoor, dat gezonde zaken gewoon worden geholpen. En zaken die jarenlang al rode cijfers draaien niet. Is dat je ziet dat die bank ook weer een positie inneemt ten opzichte van de andere financiers. Waarin ze zeggen van luister, zij moeten achtergesteld worden. Dus we gaan toch voor op alle betalingen en leningen. En dat moet je dan ook tussen de 2 en 4 jaar doen. En ik denk dat dat niet realistisch is. En ik denk ook niet dat het fair is dat de bank die positie nu weer, ja, misbruikt is misschien een groot woord, maar zegt van luister, we willen helpen. Alleen de andere financiers die moeten allemaal achtergesteld worden. Ja. Op 100% van dat bedrag. Mm. Hey. Dus eigenlijk wat jij zegt is dat het wordt een hete zomer, maar dan even in de letterlijke zin van het woord. Ja. Maar jij verwacht dat met name de bedrijven, zeg maar, die zeg maar geen terrassen hebben, dat daar de klappen gaan vallen. Ja, en bijvoorbeeld de cafeetjes. Noem Café Heuvel maar. Ja, precies. Of nou ja, Café Het Mandje, wat Femke Halsema een paar keer aandroeg. Ja. Nee, dus daar gaan de klappen vallen waarschijnlijk. Dat zijn de stille leiders met lange ei. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk het wel. Hey, en heb jij nog een paar mooie tips voor ons? Voor de Pinksteren? Dat je zegt, nou daar moet je echt naartoe. Nou, absoluut. Nou, dat is natuurlijk de zaak van Hans van Wolde in Rijmerstop. Die heel erg teruggaat naar de basis. Veel gebruik van groenten. Mm. Veel gebruik van regionale producten. Hans is natuurlijk net een week open geweest. En toen moest hij alweer dicht. Dus die heeft het heel hard nodig. En ja, dat is ook fantastisch natuurlijk. Ja, die was echt een week voor corona ging je open. Ja. Toen, ja, precies. Maar wordt dat een soort Noma? Want die doet dat ook. Ja, Noma doet nu hamburgers. Hè. Die doet hamburgers. Ja, met wijn. Wat was het nou? Met wijn of met bier? Nou, dat weet ik niet. Dat heb ik niet goed gelezen. Maar ja, okay. al zijn personeel, wat over de hele wereld kwam, is ook allemaal terug naar huis gegaan. Dus ja, die zijn natuurlijk ook moeilijk weer in te vliegen. Hmm. Dus ik denk dat hij ook op basis van de beschikbaarheid van personeel die keuze heeft moeten maken. Oké, okay, maar we moeten allemaal naar Limburg, naar Hans. Wie nog meer? In Utrecht, in Houten. Daar is in februari ook zo'n voorbeeld. In februari, na een hele grote verbouwing, opnieuw geopend Kasteel Heemstede. Mm-hmm. Ja, daar staat een hele jonge, nieuwe chef, Olly Schuiling. En die heeft de laatste jaren gewerkt als keukenchef in Zwitserland bij Schloss Schauenstein van Andreas Caminada. Nou, dat is een 3-sterrenrestaurant en behoort bij de beste van de wereld. En Caminada is nog in februari door Michelin onderscheiden met een Mentor Award. Ja, die man, dat is een talent, die jongen die bij hem gewerkt heeft, die Olly. En die moest dus ook al binnen een maand sluiten. En die heeft nog geen ster, toch? Nee, nog geen ster inderdaad. Want André van Doorn was de vorige chef en eigenaar die de zaak verkocht had. Het heeft een paar maanden dicht vanwege verbouwing. Net geopend met nieuwe eigenaar. Maar ja, ik ben op die openingslunch geweest en daar was iedereen dol enthousiast over. En dat is er eentje om in de gaten te houden. Oké, okay, die ga ik opvolgen. En een ander, de derde, die zit in Voorschoten. Dat is Naioli. Hoe? Dat is een Naioli. Naioli. Dat is van een Kevin Lin. En dat zit in Voorschoten. Die is het beste Aziatische restaurant van 2020. En de gouden pollepel winnaar in 2019 van het Algemeen Dagblad. En die heeft nu iets nieuws. Daar kan je nu, laat maar zeggen, de One Table Restaurant gaat hij openen. Dus hij doet 1 tafel voor 4 personen. En daar kan je reserveren. Dan kan je allemaal op 1,5 meter afstand makkelijk met elkaar zitten. Maar je hebt gewoon het hele restaurant of zijn terras voor jezelf. En ik moet zeggen, dat vind ik nog wel betaalbaar. Wat vraagt hij daarvoor? Ja, ik geloof dat hij het 7-gangen menu €125 per persoon voor vraagt. Exclusief dranken.
Ja, en hij heeft ook ontzettend veel bezorgd in de regio de afgelopen 2,5 maand. En dat is echt een, daar komen ook graag, de topchefs komen daar ook graag eten. Ik weet dat Sunil Bahadur van de Lindhof, 2 sterren in Nuenen, zelfs helemaal daar naartoe gereden is om een keertje te gaan eten, omdat iedereen het daarover heeft. Dus dat is er ook een... Mooi. En is dat wel rendabel te krijgen dan? Want als je €500 omzet per dag draait en dan nog wat drank erbij, laten we zeggen 700 per dag, per jaar. Ja, klein zaakje. Dus hij zal misschien niet heel veel meer kunnen doen. Dus hij gooit het op exclusiviteit. Maar ik vind het ook nog betaalbaar voor de kwaliteit die je krijgt, want hij werkt echt met... top Wagyu A5 en Bluefin tonijn. En dus dat is wel fantastisch. Maar het is voor niemand rendabel om open te gaan nu. Nee, dat is het. Het is meer gewoon zichtbaar blijven en je verlies nemen. En dan hopen dat er weer betere tijden komen. Ja. Hey, want ben jij wel eens geweest? Want ik kan me ook herinneren in de Beethovenstraat, de oude chef van het Okura. Die heeft ook zo'n heel klein restaurantje voor 10 man of zo. Ja, Akira Oshima. Ja, Akira Oshima. Die was ook net bezig, maar die doet dat inderdaad samen met zijn vrouw. Ja. Ja, het eten is natuurlijk weer galloos, dat is fantastisch. Ja. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar ik heb er een aantal mensen over gehoord dat ook... Je doet ook geen concessies, het schijnt ook fantastisch te zijn. Ja. Ja, dus zeg maar, jij verwacht wel dat in de horeca, de rode draad is eigenlijk... We doen ons best, we houden ons aan de regels van het RIVM. We blijven positief, maar geld verdienen zit er voorlopig niet in. Het is gewoon overleven. Ja, absoluut. En ik hoop dat ze in juli bijvoorbeeld wel overgaan tot 100 personen. Ja. En dat ze die 1,5 meter laten vallen binnen. Ja. En dat ze bijvoorbeeld wel zeggen, ja, je mag met maximaal 4 mensen aan tafel zitten. Want dan kan je meer kwijt, meer omzetten. En laten we nou dan ook proberen dat die schotten toegestaan worden. Ja. Want er zijn heel veel ondernemers nu al geweest die hebben geïnvesteerd in die glazen of plastic schotten die je tussen de tafels kan zetten als je geen 1,5 meter tussenruimte kan hebben tussen de tafels. Ja, ja. Maar dat mag gewoon nog niet. Dus er zijn er ook heel veel die zwaar teleurgesteld zijn, die alle investeringen en aanpassingen hebben gedaan, omdat ze ervan uit zijn gegaan dat het mocht. Dat op het moment dat je zo'n schot ertussen hebt zitten, dat mag. Maar dat mag dus nog helemaal niet. Nee, oké. Okay. Ja, nou ja. Ja, ik hoorde wel dat het zelfs het Centraal Planbureau, die begon nu al te roepen dat die 1,5 meter samenleving, ja, dat niet kan. Dat we dat toch moeten gaan loslaten. Dus, ik hoop het. En ik hoop dat gewoon iedereen zo gezond verstand blijft gebruiken. Kunnen wij elkaar ook weer omarmen, hè, als we elkaar weer binnenkort zien? Nou, dat wordt tijd. Dat wordt tijd. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes met jouw heropening. Laat ook maar de muziek mooi klinken. En dan hoor ik volgende week wel van je hoe het gegaan is. Ja? Absoluut. Dankjewel. Okay. Fijn weekend, jongen. Bye bye. 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 Ja, we gaan weer terug naar Erik de Vlieger. Hij was wel weer heel duidelijk over de politiek en over Ursula von Leyen, die 750 miljard uitstrooit over Europa, waarvan 500 miljard bedoeld in giften. En dan ook nog eens de moed hebben om onder andere Nederland de vrekkige vier te noemen. Ik vond het iets om over na te denken. Maar ik ga ook met Erik het nieuws doornemen. De verschillende mediakanalen van Op 1 tot M van Margriet van der Linden. Het optreden van Kasia Longren bij Op 1 en ook hoe hij daarnaar gekeken heeft. En ook momenten die hij opmerkelijk vond deze week. Hij volgt alles. En als je echt interesse hebt in zijn opinies, dan moet je hem echt op Twitter volgen. Het is een hele scherpe analist. En hij brengt het ook altijd op zijn vliegeriaanse wijze. Dus ik ga hem weer even bellen. En ik ben benieuwd wat hem is opgevallen deze week. Erik, je had getwitterd deze week. Waarom denk ik opeens dat het RIVM schuldig is aan heel veel leed? Ik dacht lang dat ze dom waren, maar dit begint uiterst kwaadaardig te worden. Wat bedoel je daarmee? Kijk, Maurice de Hond, die wel eens van populisme, hem wordt wel eens populisme verweten, die had al in het begin van het jaar, februari, maart, had hij een theorie die niet als viroloog in de groep gooide, maar dat het virus zich verspreidt via druppeltjes aerosol.
aerosols. Dat was best een gewaagde conclusie. En hij had daar allemaal gebieden in de wereld had hij in kaart gebracht waar de humiditeit hoog en de humiditeit laag was. En dan ook de rate of verspreiding van het virus. Dat had hij goed uitgezocht. En de RIVM had zich in social media uitingen, hadden ze duidelijk gezegd dat dat niet zo was. Ja? Dat het gewoon niet zo was. En opeens 2,5 tot 3 maanden later, en de RIVM, moeten we allemaal niet vergeten, is dé adviseur van de overheid als het gaat om het coronavirus. Ja, een aantal maanden later bevestigen ze dat het zo was. Dus hun bewijs van afwezigheid, ja, betekende voor hun ook, het is het afwezigheid van het bewijs. Dus ze namen niet eens het risico, of ze wilden niet eens, ze namen het risico om niet eens in de veronderstelling te gaan dat het waar kon zijn en daardoor de mensen te waarschuwen dat het ook via die druppeltjes verspreid kon worden. Ik vind dat kwaadaardig. Ik wil zelfs ietsje verder gaan. Het is te extreem om het poging tot moord te noemen. Maar zoals je wel weet, zijn er tot 4.000-5.000 mensen in het verpleegtehuis, wat het Centraal Bureau voor Statistiek oversterfte noemt. Ik noem het gewoon coronadoden. Die hadden ze voor een gedeelte, al waren het er maar 10, Yves, al was het er maar 1, dat had voorkomen kunnen worden, had de RIVM ons juist geïnformeerd en gekeken ook naar opties van Maurice de Hond. Dat bedoel ik met mijn tweet. Maar wat, ja, begrijp ik. Ja, maar wat denk jij dat de reden is? Want kijk, die Van Dissel had ook een keer een foute grafiek gebruikt. Nou ja, dat was echt gênant. En de Hond die wil gewoon inzage hebben in de meetmethode. Wat is, denk jij, de achterliggende gedachte waarom ze dat niet openbaren? Nou, Van Dissel runt zijn organisatie op een vrij autoritaire wijze. Ja. Staat, heb ik van insiders vernomen, staat niet open voor andere denkwijzen. En denkt dat alleen de wetenschappers die in zijn, je kan het nu bijna departement noemen, de wijsheid in pacht hebben. En het dus niet aannemen, zo, heb je ook, zo zijn er mensen in de wereld, directeurs in de wereld, mensen die een bedrijf hebben, die nemen niet aan wat de mensen om hun heen zeggen. En nemen niet aan de internationale omstandigheden. He, want we hadden allemaal natuurlijk 4-5 maanden geleden naar China kunnen kijken. Hebben ze slecht gedaan. Ik denk dat het een randebiel is, Yves. Okay. Ik denk dat het een totale... Ja, hij zal wel deskundig zijn. Maar ik denk dat hij een soort... ja, het is een soort Keizer Ollongren. Ja, ja, ja. Ja, nee, oké. Okay. Even, ja, maar laten we even dat bruggetje maken naar... Gisteren zat Keizer Ollongren bij M... van Margriet van der Linden. Daar had je ook een tweetje over geschreven. Dat niet één kritische vraag. Maar had jij ook begrepen, Erik, wie dat programma maakt voor M? Ja, tuurlijk. Dat is de vrouw van Keizer Ollongren. Dat kan toch niet? Dat is toch gewoon... Dat is incest. Ja. Dat is incest. Maar we hebben wel een nieuwe situatie bereikt, Yves. Ja. En dat hebben heel weinig mensen gezien. Dat zal ik je uitleggen. Dat is heel actueel. Het gaat om de lijsttrekker van de D66. Ze hebben geprobeerd te pompen dat er een vrouw lijsttrekker moest worden. Kagel van Ollongren. Ja? Dat is allemaal niet gelukt, want ze zijn op 10-9 zetels blijven hangen. Dus, wat gebeurt er? Ollongren heeft gisteren verteld op de televisie dat ze geen lijsttrekker wil worden. Want ze gaat hier op het zinkende schip zitten. Dat snap ik. En Sigrid Kaag, die heeft gisteren gezegd dat ze, er is gewoon gelekt naar de NOS dat ze voor de World Trade Organisatie de leiding kon nemen. Is gewoon naar de NOS gelekt door haar. En die heeft nu gezegd, ja, ik neem het in overweging. Want Sigrid Kaag wil ook niet leider zijn van het zinkende schip. Want D66 is een zinkend schip. Ja. Dus wat we gezien hebben, dat de twee vrouwen... en het lezen we al 1 of 2 jaar in de kranten met dingen... zou zij ooit de eerste vrouwelijke premier worden? Dat is niet gelukt. Dus ze verlaten het zinkende schip. Dat was het echte nieuws van gisteren. En dat hebben weinig mensen begrepen. Ja, ja. Hey, en hoe kijk jij zelf naar, want jij volgt alles, hè? Dus die opeenzetting, wat vind je daarvan, van die verschillende setjes? Ja, Yves, het is een propagandakanaal
voor de middelmaat geworden. We hebben... Ja, het is allemaal... Kijk, weet je... Ik probeerde dat in het begin van het programma ook te zeggen. Er is natuurlijk een conflict tussen een groot gedeelte van de medium media, de NRC'tjes en dingetjes, Jan Beeuws en al dat soort journalisten, Sheila Sital Singh, en een gedeelte van de politiek, hè, dat middenstuk. En die hebben dezelfde overtuiging. Dus dat bedruppelt elkaar de hele dag. We gaan van één vandaag naar de NOS, naar Dit is M, naar Nieuwsuur, naar Op 1. En dan zie je ja, wat GroenLinks, wat D66, allemaal hetzelfde verkondigen. Allemaal pro-EU, allemaal pro-immigratie, allemaal de grote bedrijven moeten betalen. Ze zeggen de hele dag hetzelfde. Ja. En die kinderen achter de tafel die zich gespreksleider noemen, met uitzondering van Jeroen Pauw en een paar anderen, die knikken gewoon keurig mee. Het is bizar slecht. Ja, nou ja, oké. Het is bizar slecht. Oké. Nee, dat vind ik wel. Maar ik had je ook gevraagd om één fragmentje uit te zoeken van afgelopen week. En toen kwam je uit op die sekswerkers. Ik kwam uit op de sekswerkers. Ja, was zondag. Want die mogen nog niet open, hè, op 1 september. Of voor 1 september. De casinos mogen open, de saunas mogen open, de sportscholen. Maar de sekswerkers mogen pas 1 september open. Ja, even voor je luisteraars, even een korte inleiding. Kijk, die websites waar je prostituees naartoe kan gaan en zo, dat is allemaal gesloten. De ramen zijn gesloten. Dus bij Op 1, op woensdag... Nee, zondag was het. Item, was het? Nee, volgens mij niet hoor. Was het toch zondag, dacht ik? Nee, dat was woensdag niet. Dat was woensdag. Okay. Dat was woensdag. Zondag zit Jeroen Pauw, daar had het niet kunnen... Of was het wel zondag? Ja. Goed, kan. Nou, maakt niet uit. Dus je bent een Op 1 redactie, ja? En dan heb je een redactievergadering de dag ervoor of 's ochtends. En dan zeg je, we moeten toch wel een item over sekswerkers maken. Ja, hoe moeten we dat doen? Ja. Nou, we moeten proberen wat sekswerkers in de uitzending te krijgen, ja? Oh. Nou, ga zoeken. Ja, ik heb er één. Ja? En zegt een ander, ja, ik heb er ook één. Nou, dus de uitzending begint. En er zit een vrouw, ja, die heeft een heel bestek in haar onderlip. Ja, vorige keer mensen alles, dat is niet te geloven. Er kon nog net een bromkast bij. En die zit te vertellen van, ja, ik heb een sadomasochistische studio. Ja. Of een studio waar we SM doen. En... Ik kan best werken met 1,5 meter afstand houden. Ja, dus daar, ik ben niet van de SM, Yves. Ik, volgens mij jij ook niet. Nee. Dus je gaat naar een studio, ja, en er zit een vrouw die een heel bestek in de onderlip hangen. Ja, die was echt, ik wil niet onrespectvol zijn, maar... Ja, 1,5 meter. Als ik er een ton tegenkom, dan schrik ik op 1,5 kilometer zou ik nog schrikken. En die zegt dan, en dan zie ik die mensen van Op 1 in die hele tafel, zie ik die vrouw dan aankijken. Nee, ik zou best op 1,5 meter kunnen werken, want ik heb geen 1,5 meter om mijn werk te doen. Hè. Misschien scheldt ze die man verrot of wat ze ook doet, of die zweep is langer dan 1,5 meter, ik heb geen idee. En toen hadden ze er nog een, dat was een donkere vrouw uit Rotterdam, die hadden ze ook ergens gevonden. Ja, hoe kijkt u ernaar? Zegt die vrouw, ja, ik werk 8 jaar niet meer. Dus ze moesten 2 sekswerkers vinden. En eentje was van een SM en de andere was een vrouw die 8 jaar niet gewerkt had. Ik zelf werk dus in een SM-studio waar dus eigenlijk ook niet heel veel lichamelijk contact hoeft plaats te vinden eigenlijk. Tenminste, ik kan prima iemand vernederen op 1,5 meter. Dus ja. Tenminste, daar heb ik echt geen lichamelijk contact voor nodig. En dan moesten wij ons geïnformeerd voelen hoe het met die sekswerkers gaat. En wij weten allemaal dat met die sekswerkers op dit moment, zeker met de corona, want mensen gaan er gewoon naar de hoeren, Yves, om het een beetje grof te zeggen. Dat zit natuurlijk allemaal in de illegaliteit op dit moment. Ja. En dat gebeurt gewoon, dat weten we gewoon, dat is gewoon. En zo'n redactie die dat dan niet op die manier uitdiept en dan 2 vrouwen naar boven haalt, met alle respect voor die vrouwen hoor, daar wil ik niks op zeggen. Ik hoop dat ze hun geld verdienen, die een verhaaltje komen vertellen. Ja, ja, dus het was eigenlijk een beetje het dieptepunt van de week. Maar Erik, we zijn er alweer bijna. Ik had jou ook gevraagd, jouw hamvraag van deze week.
En jij had getwitterd. Ja. Ik zag ook dat jij over dat SpaceX, in eerste instantie twitterde jij, ja, volgens mij klopt er iets niet. Nee, kijk, ik heb een... Over dat Elon Musk, hè? Dat Elon Musk project. Ja, ik weet het precies. Kijk, als amateur-orakel van Twitter, kijk, ik doe als voorspellingen en ik die aanloop naar die raket, ik denk dat gaat fout. Mm. Waarom gaat het fout? Omdat ik die Nederlandse astronaut, die zat de dag ervoor ergens en die begon te vertellen dat het zo goed was, dat Elon Musk op een hele goedkope manier met NASA samen die raket in de lucht ging schieten. En met NASA, dat duurde altijd lang, want het is allemaal administratie, het is allemaal dit, want NASA moet natuurlijk alles veilig doen. En Elon Musk niet. Dus ik begon die raket te vergelijken met een Tesla. Elon Musk is ook eigenaar van Tesla. En er zijn hele websites waarbij Tesla's vanzelf in de brand vliegen. Of gaan sturen en ergens een ongeluk maken. Dat is ongekend. Iemand die een Tesla koopt moet echt opletten. Want dat klopt allemaal niet. Ja, en ik denk, nou, die raket. Ja, en prompt werd het afgeblazen. Omdat het weer slecht was. Maar mijn handvraag van de week is eigenlijk... Zal die raket zaterdag de lucht ingaan? Mm. Daar moeten we misschien volgende week over praten. En een tweede handvraag is... Elon Musk doet natuurlijk alles om op 20 jaar over Mars te lopen. Maar volgens mij is gewoon Elon Musk één groot marketingapparaat... Ja. Die met een gigantisch gesubsidieerde politieke lobby een product maakt... en de tijd van zijn leven heeft. Ja, ik denk het ook. Niet. Ja, nee, dat begrijp ik. Nou, Erik, daar beginnen we volgende week mee. Ik moet je afbreken. Ik wil je bedanken. Gezellig. Geniet van de zon vandaag in Portugal. En ik spreek je volgende week. Fijn weekend. Dankjewel, jongen. Bye bye. Dank voor het luisteren. Dit was het eerste 1-2'tje met Yves in de serie The Gigs. De nieuwe wekelijkse podcastshow. En deze eerste show die draag ik op aan mijn vriend Jair, fanatiek luisteraar. En helaas is zijn vader overleden. Dus Jair, je verwacht het misschien niet. Maar deze podcastshow die draag ik op aan jou. En ik ben uiteraard benieuwd naar wat jullie er allemaal van gevonden hebben. Hou ons op de hoogte. Jullie kunnen je meningen versturen via de website yvesgeirat.nl. Schroom niet, geef tips. We gaan overal achteraan. En volgende week zijn we er weer met een sprankelijke show van The Gigs. Tot volgende week.